Yes, welkom dames en heren bij deze nieuwe video. Deze video waarin wij onze Icon Player Pick gaan openen. Like deze video en abonneer op dit kanaal voor meer van dit soort video's. Ja, dan gaan we nu beginnen met de video. Het eerste pakketje is geopend en het eerste team is ingeleverd. Hier krijgen we Isco uit. Maar in deze video gaan wij de Icon Player Pick doen en we gaan uiteindelijk ook de spelen die we eruit kiezen uitproberen. En we hopen natuurlijk op een goede speler. En hoe gaat deze video eruit zien? Nou, we doen nu de teams, laat ik jullie zien, die ik ingeleverd heb. Inclusief de packs die ik geopend heb tussendoor. Daarna gaan we de Icon Player Pick kiezen. En daarna gaan we nog een speler, de speler die we gekozen hebben, gaan we een potje mee spelen. Alleen jullie zien daar alleen de goals van dat potje met de grootste kansen gaan jullie zien. En voor de rest eigenlijk niet heel veel, want er was wat mis met de audio. Dus ik spreek dit ook achteraf in. Dus ik weet al wie ik gekregen heb, jullie nog niet. Maar ja, ik kan er nog niet over zeggen. Maar dus die spelen gaan we dan uitproberen in een potje. In het eerste potje zien jullie de kansen en de goals die er vallen. En in het laatste potje dan gaat er een muziekje onder. En dan gaan we, zie je alleen de hoogtepunten van de spelen die we gekozen hebben. Terwijl we hier het volgende team inleveren. Daar komt Osimhen uit het pakketje. Ja, dus ik hoop dat we iets leuks krijgen. Tot nu toe zijn de Icon Player Picks en Packs tot dusver bij mij nog niet zo heel denderend geweest. Terwijl we hier volgens mij het laatste team inleveren. Dus ja, dat is even kijken wat daaruit gaat komen. En dat pakketje, dat duurt even voor we hem claimen. Uiteindelijk claimen we hem. En de spelerskeuze. Ja, en die gaan we nu openen. En ik ben, en ja, jullie zien wie ik ga krijgen. Ja, Zidane, Garrincha, ja, en Van Basten. Maar ik moest je heel lang twijfelen. Wie zou ik nemen? Garrincha, Zidane, wie past in mijn team? Uiteindelijk, ja, heb ik gekozen voor Zidane, zoals je hier ziet. Heb ik in mijn team gezet. Na lang twijfelen heb ik Garrincha niet gekozen. Puur omdat ik al een rechts voor had. Dat is Rodrigo. Waardoor Diaby nu weg kan. En Zidane die zorgt voor een linkje naar Rodrigo. Niet helemaal op chemistry. Maar het staat op 7 of 8. Ja, en dat maakt voor mijn gevoel niet heel veel uit. Maar Zidane ongelooflijk vet. En ik was er echt wel blij mee. Dus jammer dat de live reactie niet goed opgenomen is van de audio toen. Maar uiteindelijk, ja, hebben we gekregen. En hier spelen we het potje. En in het eerste potje komen we gelijk in moeilijkheden, zoals je hier ziet. De eerste aanval van onze tegenstander. Van de zak krijgt hem net niet lekker weg. Via de tegenstander gaat hij toch weg. En dan weet Terry hem nog net binnen te houden. Maar onze tegenstander is weer terug. Met Pogba, maar hier een goede redding van de zak. Dan krijgt hij ook nog een corner. Ja. En die valt voor zijn voeten, maar ook voor goed voor onze verdediging. En weet hem weg te werken. Dan krijgen wij uiteindelijk een paar minuten later de kans. Je ziet hier al Zidane. Draai, hup, en schiet. En het is 1-0. Eerste aanval bij de goal. En eerste kans van Zidane, gelijk een doelpunt. En ook best wel een mooie, moet ik zelf zeggen. Die draai en alles erdoor. Ja, en uiteindelijk rage quit. Ja, dan staan we hier met 1-0 voor via Zidane. En dan hier komt Zidane er weer door. Maar Zidane maakt het niet uit. Die komt gewoon overal doorheen. Dan een kans van onze tegenstander. En dan hier weer een kans via Lam. 2-0 voor ons in dit potje. Ja, dan krijgt onze tegenstander weer een kans. Hier een mooi hakje op zijkant. En dan hier redding van de Sar. Die echt goed keept deze wedstrijd. Dan moeten wij weer een tegenaanval gaan doen. Gebeurt hier via Zidane, wordt weggewerkt. Tegenstander weer hier aan zet. In de 35e minuut inmiddels. Komt hier weer met kans, maar wordt geblokt. Dan zijn we weer aan onze kant. En dan is daar Lewandowski. Met de 3-0. En deze tegenstander rage quit uiteindelijk.
Ik wou hier eerst muziek onder zetten, maar dat was uiteindelijk geen goed plan. Dus dat heb ik eruit gehaald, dus spreek ik dit ook in. En dit zijn eigenlijk alleen de hoogtepunten van Zidane in het tweede potje van ons. Je hebt een paar goede kansjes hier. Een grote kans, maar uiteindelijk goede goal, maar wel buitenspel, helaas. Dan komt Zidane hier gewoon weer doorheen. Oploppen, weer geblokt. Dan je Zidane en daar is zijn moment. Daar is zijn tweede goal van deze video. Ja, we gaan richting het einde van de video. Ik wil je bedanken voor het kijken. Like deze video even, abonneer op mijn kanaal. Ja, en geniet nog even van Zidane. En dan zie ik jullie in de volgende video. Ik zeg later.